Oud-staatssecretaris Fred Teven is part aan het werk gegaan als buschauffeur voor vervoerder Conexxion. Dat bevestigt Conexxion aan u.nl na berichtgeving van de Telegraaf vrijdag. Ik doe het chauffeurswerk part-time en heb mijn introductiecursus net achter de rug. Al dus Teven in de krant. Ik had al steeds in mijn hoofd internationaal vrachtwagenchauffeur te worden, maar toen de kans zich voerdeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast. Volgens een woordvoerder van Connexion is Steven een paar weken in opleiding en zal hij daarna daadwerkelijk reizigers gaan vervoeren in de regio Haarlem. De VVD'er kon de opleiding versneld doen, omdat hij al zijn grootrijbewijs heeft. Hij is momenteel de lijnen aan het verkennen en aan het kennismaken met het bedrijf.